wat bedoel ik nou precies met purpose? Purpose is een Engelse term. Ik vind dat het heel mooi, ja, echt de lading dekt. Wat het is voor mij, is dat je echt je passie of je potentieel leeft. Dat je doet waar jij gelukkig van wordt. Dat je 's ochtends uit bed komt en denkt, yes, ik heb er zin in. Op het moment dat jij dat hebt in jouw leven, dan heb je zoveel te geven. Dan raakt het nooit op. Want jij doet helemaal wat bij jou past. Wat je passie is, wat je talent is. En ja, dan kan je eindeloos geven. En dat gun ik jou. Daarin ga ik je nu een opdracht geven, want dat houdt het lekker concreet. De opdracht is als volgt. Is er een moment geweest in jouw leven dat je voelde dat alles klopte? Dus dat alles samenkwam. Dat je misschien een soort van coherentie ervaarde. En wat ik daarmee bedoel is dus letterlijk, hè, dat alle elementen samenkwamen. Waardoor je helemaal, ja, in je element was, in de flow. Dus ik ben heel benieuwd. Laat me dat vooral weten, want ik vind dat alleen maar leuk om te horen. Ik kan je ook even een kort persoonlijk voorbeeld geven. Ik heb meerdere momenten gehad dat ik helemaal mijn purpose leefde. Ik leef ook nu helemaal mijn purpose. Maar specifieke momenten waarbij ik dat heel sterk ervaarde, was bijvoorbeeld ook in mijn carrière als actrice. Dat alles samenkwam. Dat ik een toneelstuk aan het spelen was. En dat ik heel erg afgestemd was met mijn tegenspelers. Alsof je elkaar naadloos aanvoelt. En ook met het publiek. Dus dat het helemaal op één lijn zat. Nou, het voelde bijna als een soort van magisch. Alsof je op een ander niveau met elkaar aan het spreken was. En dat je bijna kon... Ja, het was als een dans. Met de spelers, met mijn tegenspelers. Maar ook met het publiek. Maar dat ervaar ik ook. Ik ben ook helemaal in mijn element. Dan vergeet ik dus ook de tijd. Dus dat is ook een belangrijk kernpunt voor, hè, wanneer was je helemaal in je element. Dat je de tijd gewoon compleet vergeet. Dat je helemaal in het nu komt. Dat is ook het moment dat ik mensen coach. In purpose, in spreken voor groepen. In, hè, dat hun presentatie en storytelling echt naar de next level gaat. Dus dat vind ik zo mooi als ik dan mensen door hun mind zie heen breken. Want je laat jezelf echt zien. En dat vind ik het allermooiste wat is. Als ik mensen openbreek. Dus dat is voor mij ook echt flow en purpose. Laat het me vooral weten hoe het voor jou is geweest. En iedere week kom ik weer met een leuke opdracht. Soms ook wel een beetje uitdagend. Maar zo blijven we lekker bezig. Zet hem op. Doeg!